Hierbij een truc om snel de veelhoeken aan te passen. Ik pak hier het veelhoekgereedschap. Nu sleep ik een veelhoek, een zeshoek in dit geval. Maar belangrijk is dat je nu je muis niet loslaat, dus houd hem ingedrukt. Ga dan naar je toetsenbord en gebruik de cursortoetspijl omhoog om het aantal te verhogen. Pijltje naar beneden om het aantal te verlagen. Pijltje naar rechts om het aantal in de horizontale richting te vermenigvuldigen. En je raadt het al, pijltje naar links om dat weer te beperken. Maar houd je muis dus ingedrukt. Je ziet nu dat ik ook nu mijn muis nog kan verslepen. En houd ik daarbij de shift-toets ingedrukt, dan blijft het keurig in verhouding. Belangrijk nu is dat je eerst je muis loslaat. En dan pas de shift-toets. Nog een leuke variabele. Ik sleep opnieuw mijn muis. Nu zie je dus wat je net geleerd hebt, pijltje omhoog, pijltje naar beneden, pijltje naar links, pijltje naar rechts. Maar als ik nu één keer de spatiebalk indruk en dan de pijltjes gebruik, dan gaat het ineens om het aantal zijdes. Zo kan ik heel snel een driehoek maken. Druk ik weer op de spatiebalk en gebruik ik nu pijltje omhoog, dan gaat hij dus driehoeken vermenigvuldigen. En zo kan ik dus op allerlei manieren variaties maken door middel van de cursortoetsen. Dus nogmaals, sleep, houd je muis ingedrukt, dat is belangrijk. Pijltje omhoog, pijltje naar rechts. Druk één keer op de spatiebalk, dan sta je in een andere modus, om het maar zo te noemen. En dan kan ik pijltje omhoog doen en dan gaat het dus om het aantal zijdes. Kies ik weer de spatiebalk en daarna weer de pijltje omhoog, dan gaat hij weer vermenigvuldigen. Met de shift-toets, nogmaals, hou je de verhoudingen mooi intact. Het is een heel handige methode om heel snel kaders even groot te maken en ook het aantal zijdes van een veelhoek snel te beïnvloeden.